Stephen Hawking heb ik voor het eerst ontmoet in de lente van 2012. Ik wist natuurlijk al veel langer wie hij was en was zelfs als jonge student al met zijn boeken in aanraking gekomen. Ik was op een praatje in Brussel van een Amerikaans fysicus en bekend kosmoloog, Leonard Susskind, die een voordracht gaf in het kader van een Solvay-lezing. En op een totaal onverwacht moment kwam Stephen Hawking daar met zijn rolstoel binnengerold. Onaangekondigd, omdat men alle persaandacht om hem wou vermijden. Onmiddellijk ging natuurlijk iedereen naar Hawking zitten staren in plaats van naar het discours van Susskind. En later, op de receptie, was er een hele hype rond Hawking. Iedereen wou met hem op de foto's, selfies enzovoort, zonder dat hij eigenlijk nog de kans had om dat te weigeren. Ik had een beetje medelijden met de man. En heb me altijd afgevraagd hoe hij zijn populariteit te wijten aan zijn ziekte kon combineren met zijn uitstekende wetenschappelijke reputatie. Nu, het werk van Hawking, denk ik, is zeer belangrijk geweest voor de fysica op het gebied van algemene relativiteitstheorie, de studie van zwarte gaten. En de kosmologie heeft Hawking echt belangrijke bijdragen geleverd, waarvan er twee, mijns inziens, het belangrijkste zijn. Het eerste in zijn vroegere carrière volgt voort uit het werk met Roger Penrose, waarbij ze principes uit de kwantumtheorie hebben toegepast op de algemene relativiteitstheorie van zwarte gaten en bij uitbreiding later ook over de oerknaluitspraken hebben gedaan, waarvan er dan later weer een stuk werden teruggetrokken. En het tweede belangrijkste verwezenlijking van Hawking draait rond de berekening van de entropie van zwarte gaten, iets dat hij samen met Jacob Bekenstein heeft uitgevoerd, wat toch wel zeer verrassende resultaten had, namelijk dat de entropie van een zwart gat proportioneel is met zijn oppervlak en niet met zijn volume. Wat dan weer later door anderen, onder meer Susskind, maar ook mensen uit Utrecht en Amsterdam, is gebruikt om het holografisch principe te ontwikkelen. Dat bepaalt dat informatie die in een zwart gat valt eigenlijk niet volledig verloren gaat, maar dat die als een hologram geprojecteerd wordt op het oppervlak van dat zwart gat. Dat is ook een theorie die later bij uitbreiding door Susskind ook op het universum als geheel werd toegepast.